Met leden ogen moet eigenaar John van Barneveld aanzien hoe zijn levenswerk wordt gesloopt. Daar word je zo krampachtig van. Ik bedoel, je wilt er wel gewoon heen vliegen en zo, nou ja, vastpakken en denken van wat is hier aan de hand? Dat iemand maar zo je eigendom aan het vernielen is. En moedwillig dat dat gebeurt in opdracht van deze gemeente Epe. Dit is gewoon onbegrijpelijk en niet uit te leggen aan deze bevolking. De kiosk heeft er bijna 60 jaar gestaan. Maar de gemeente Epe wilde dat die zou verdwijnen. De plaatselijke VVD probeerde de ondernemer nog te helpen, maar tevergeefs dus. Dit is machtsdenken van de politiek in Epe. En dit is zoals wij het op dit moment bekijken, ondernemertje pesten. Een ondernemer is 5 jaar aan het procederen tegen het moloch, de gemeente. Heeft heel veel geld geïnvesteerd. En hier wordt gewoon een ondernemer weggezet. Dit is een diep trieste dag uiteindelijk voor de politiek en voor de democratie hier in deze regio. Inwendig kook ik gewoon helemaal. Maar ik moet me inhouden. Ik kan niet met handgemeen hier iets doen. Want dat ga ik gewoon niet winnen. Wie vanaf nu gaat wandelen in de bossen van Epe, moet er dus zonder het traditionele ijsje stellen.